Wij gaan naar een congres, dames en heren, eindelijk. Wij zijn geen partij die 10 keer per jaar congresseert. Wij zijn een partij die 1 keer om de 10 jaar congresseert. Dat zijn wij. Wij zwelpen niet ideologisch. We hebben ook geen ideologisch congres, want met onze ideologie, een gemeenschapspartij die gelooft in vrije markt, in vrije handel, gecorrigeerd, maar wel op een conservatieve basis geschoeid, die voor elkaar zorgt, die een sociaal gelaat durft zien, maar die ook streng durft zijn als het nodig is. Daar is niks mis mee. Dat zijn wij. Dat is onze ideologische fonds en daar gaan we mee verder. Wat we wel gaan doen met het congres is wat dingen voorstellen. Voorstellen een stap verder. De lijnen uitzetten voor de komende 10 jaar. Zoals wij het zien, de grootste politieke formatie in dit land, de grootste politieke formatie in Vlaanderen en in België. Dat is de uitdaging en daarom zijn wij vandaag hier. Nog geen congresteksten, wel wat ideeën gedropt rond het eventueel afschaffen of herzien van die integratiesector. Rond dat Australisch model dat ik zo vaak gebruik, maar waar Geert eigenlijk ook vandaag zei, kijk, we moeten die grens beter onder controle krijgen. Rond het feit dat men op vlak van taalvoorwaarden wel net iets meer mag vragen. Net iets meer mag vragen als we misschien in het verleden hebben gedaan. Het was zo, ik was raadgever bij Geert in het begin en dat niveau, taalniveau 2, dat was ondenkbaar dat we dat zouden vragen, want dat was de lat veel te hoog leggen. En we hebben er zoveel over gediscussieerd toen, omdat ik zei van nee, dat is niet voldoende. Die mensen moeten meer Nederlands, ze moeten minstens 1,5 jaar, 2 jaar naar de Nederlandse taalklas gaan. Nee, 1 jaar is goed, maar we hebben stap voor stap gewerkt, stap voor stap uitgebouwd en we gaan er geraken. Maar we moeten kritisch blijven voor onszelf. Want dat vond ik het meest chockerende, als die Amerikaanse dame, het was trouwens in Gent dat ze inbreng had gevolgd, maar ik wil daar niks mee bedoelen. Maar dus als die Amerikaanse dame zei dat ja, ze eigenlijk ontgoocheld was in de cursus, want ik heb haar man aan de lijn gehad en die vertelde me heel het verhaal dat ze het beleefd heeft, dat ze vooral ontgoocheld was van het feit dat daar veel te weinig aandacht was voor activering, voor werkstelling. En als je dan vergelijkt met onze rampzalige, dramatische cijfers op vlak van tewerkstellingsgraad van niet-Europese nieuwkomers en niet-Europeanen in dit land. We zijn het slechtste van heel Europa. Het slechtste van heel Europa. Ja, dan denk ik ook dat we daar toch nog eens goed naar moeten kijken als beleidsmakers. Vanuit het parlement, vanuit de regering. Er zitten ook Vlaamse ministers in de zaal. Dat is een taak voor ons allen. Daar moeten we ook aandacht voor hebben. En dus het congres gaat ons een stap verder zetten, lijnen uittekenen op heel wat thema's. We hebben een prachtige, fantastische studiedag gehad in Gent met Anne-Leen. Er waren veel Lubekenaren en mijn afdeling was aanwezig. En ze waren er enorm enthousiast van. Ik zag ze s'avonds en ik zei, vroeger was het in Gent, ik kon er niet geraken. Ze zeiden, het was een fantastische studiedag. En ik hoop dat we er nog een aantal gaan hebben. Maar we zijn in een traject naar dat congres aan het gaan. En ik weet dat jullie honger hebben. Veel van jullie wachten op dat congres, wachten op die teksten. Wachten op dat debat in onze afdelingen om daar eindelijk mee aan de slag te gaan. Wij zijn in onze congrescommissie nu dat aan het bespreken en die teksten zullen er aankomen. Wij verwachten van jullie input. Vanaf februari gaan jullie teksten krijgen. En is het ook de bedoeling dat je dat bespreekt op je afdelingen, dat je dat bespreekt met de leden en dat je dan samen met ons een prachtig congres beleeft, 3 dagen. In Antwerpen in mei. Dat zou fantastisch zijn en daar nodig ik u voor uit. Ik wil afsluiten, want ik ben al gigantisch over tijd, zoals altijd, maar het was wel interessant. Ik vond hartelijk dank, meneer Aboutaleb, voor uw toespraak. Zeer inspirerend. De suggestie kwam van Nadia, denk ik, en Bart zei direct van ja, ik ken die wel, ik ga het zeker vragen. U heeft dan toegezegd, ik denk dankzij uw goede relatie met Bart, anders was dat no chance geweest. Maar dus hartelijk dank om hier aanwezig te zijn. Ik denk, u heeft me getriggerd op een aantal punten. Als u zegt, iedereen, je mag die term gelukszoekers, je mag dat niet gebruiken. Dat is een beetje misplaatst, want zoek je niet allemaal geluk. Dat triggert mij. Moet je weten dat in de Amerikaanse grondwet staat dat zelfs. Het recht om geluk te zoeken, the pursuit of happiness, staat in de Amerikaanse grond. Een van de eerste grondwetten van de wereld. Daar staat dat in. En die grondwet die zegt dat dat kan. Dat iedereen het recht heeft om geluk te zoeken. Maar de vraag is niet dat je geluk mag zoeken in je leven. De vraag is hoe dat jij als overheid je migratiebeleid organiseert. En ik zeg niet dat het een het andere uitsluit, maar dat is natuurlijk waar ik wel enorm mee worstel. Omdat volgens mij moeten wij een pad kiezen waarbij wij zeggen, wij zijn een partij
die voorstander is van migratie, van legale migratie, maar die tegenstander is van illegale migratie en die dat nog veel duidelijker maakt. Dat verschil moeten we veel beter durven maken. The pursuit of happiness, iedereen mag die hebben, maar niet iedereen kan die hebben in Europa. Dat gaat niet, sorry. En dus dat is, denk ik, de essentie van hoe dat we dat model op een andere manier kunnen schoeien, kunnen organiseren. De federale regering ging een anti-Frankenbeleid voeren. Ben nu 4 jaar weg uit die regering. Als je nu kijkt, 2 jaar Vivaldi. 5000 veroordelingen. Voor 50 miljoen euro dwangsommen. Miserie, 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 zou Sander Lones zeggen. Het is dramatisch. De situatie is nooit zo erg geweest. Moet je weten dat er op dit moment in ons mooie Brussel 150 straatkinderen slapen die normaal gezien in een opvanginstelling moeten. Het zijn niet begeleide minderjarige vreemdelingen. Dat is een moeilijke term voor nieuwkomers die toekomen, die in asielprocedure komen, vaak Afghanen, en die hier komen zonder vader en zonder moeder. 150 straatkinderen worden op dit moment waarschijnlijk op zijn minst uitgebuit en mogelijk misbruikt in de Brusselse straten 's nachts. En het wordt kouder en kouder en kouder. Er wordt weggekeken. Moest er bij mij 1 straatkind zo geweest zijn, ze hadden onmiddellijk mijn ontslag geëist. En terecht. Ik heb er nooit is er onder de N-VA is er nooit 1 kind 's nachts op straat moeten slapen als het asiel gevraagd heeft. Nooit. Ik hoef geen lesjes te krijgen. Ik was gisteren in debat met Thomas Dermin, dat is zo de nieuwe wonderboy van de PS, hè, die McKinsey-boy, rechterhand van Magnette, die man is staatssecretaris. Het was op RTBF een debat. Hij had geen antwoord als ik dat zei. Hij zei, ja, wij voeren een totaal ander beleid. Dat is waar, meneer Franke, wij voeren een totaal ander beleid dan u. Ik zeg, ja, dat zien we, dat kan ik zeker beamen. Dat beleid is er inderdaad. Je moet durven streng zijn. En het is echt een oproep ook aan Nicole de Moor, en ik doe het elke week in het parlement, maar ze zijn Oost-Indisch doof. Een oproep om te durven kiezen voor echte verandering op vlak van illegale migratie. Want legale migratie is het probleem niet, beste mensen. Als mijn zoon later een meisje leert kennen uit Afrika en die zegt, kijk papa, ik wil graag een nieuw leven opbouwen samen hier in Europa, in Vlaanderen, dan is dat meer als mogelijk, meer dan welkom, en daar ga ik zeker alles voor doen. Ik wil niet dat ze naar de bijstand holt. Maar voor de rest, dat gaat ze ook niet doen. Als ze zelf redzaam zijn, ook financieel, wat is het probleem? Wat is er mooier dan grenzeloze liefde? Wat is er mooier dan liefde in het leven? Als iemand naar hier komt om te studeren aan de KU Leuven en er zitten hier elke dag van de week er hier tientallen in de zaal, van over heel de wereld. Dat is net die wetenschap die ons net op vlak van migratie zo sterk maakt. Het verhaal van de nul. Prachtig, dat heb ik nog nooit gehoord. Dus wat is het probleem met studiemigratie? Wat is het probleem met werkmigratie? We gaan ze nodig hebben. We hebben ze nu al nodig, werkmigratie. Dus die legale migratiekanalen, dat is het probleem niet. Het kalf zit gebonden bij uw illegale migratiestromen en daar moet je dringend durven naar een paradigma-shift gaan. Dat is de grote uitdaging. Voltaire, daar gaan we iets mee doen. Ik denk dat we daar echt nog verder... Het is ook echt heel interessant. Moeten we verder uitwerken? Denk ik vooral een taak Vlaams, maar dat kunnen we ook met dat voorstel van Geert rond dat artikel van het EU-verdrag, om dat verder ook mee te werken, zowel Europees, maar ook federaal. Dus kijken met onze werkgroep, Koen met Su, Ingvild, ik zie een aantal mensen van Dara, een aantal mensen van onze werkgroep Migratie en Binnenlandse Zaken. We hebben werk op de plank voor de komende weken. Ik wil afsluiten, beste vrienden, met ook iets uit de mythologie, ook iets uit de oudheid. Niet Rome, maar Griekenland. Het schip van Perseus. Kent iemand dat verhaal? Perseus was een Griekse held. Een Griekse held, en hij was een zeevaarder. En hij had een schip. En met zijn schip heeft hij de Ionische Zee, de Egeïsche Zee, de Middellandse Zee bevaren voor tientallen jaren. Voor tientallen jaren. Hij heeft zelfs de Minotaurus verslagen op Kreta. Half stier, half mens. En Perseus, zijn schip, was zo lang onderweg dat niets van dat schip, niet de mast, niet het hout, geen enkele nagel in dat schip was nog hetzelfde. Hij had zijn schip altijd onderhouden en dat schip was helemaal veranderd. Niks was nog hetzelfde als het schip waarbij voor de eerste keer uitvoer uit de havens van de Peloponnesus.
En toch was dat nog zijn schip. Toch was dat nog het schip van Perseus. Zo is het met onze samenleving. Zo is het met onze Vlaamse samenleving. Wij zijn in permanente evolutie. Maar het is en het zal altijd ons Vlaanderen zijn. Daarvoor moeten we gaan.